We werden wakker 's morgens, 10 mei, hè? En zeiden tegen elkaar, het is mis. Vreselijk veel gevlogen. Toen waren ze bezig overal die parachutisten te droppen in het land. De volgende morgen toen we wakker werden, lag er al een vliegtuigje op de markt in Prinsenhagen, een klein vliegtuigje. Men zei van de Engelsen, maar het zal een Duits vliegtuigje geweest zijn. En we kregen van de Fransen, die met een bezettingslegertje uit Noorwegen, primitief klein legertje, met een tramwagen, getrokken door een auto, bij ons kwamen om Breda te verdedigen. Zoals ze ons zeiden, u moet hier weg, u moet evacueren. Zeiden ze tegen ons in Prinsenhagen. Nou, we hadden een baby van 10 weken en een jongetje van 2 en een meisje van nog geen 4, Ineke. Toen zijn we dus te voet, de kinderwagen met een reiswieg er dwars overheen. Een trekwagentje voor de kleine jongen. Wij zijn langs een binnenweg, evenwijdig aan de weg naar Zundert, op de vlucht geslagen, te voet. En de hele weg door moesten we ons dekken, Ineke was klein. En die riep, dekken jullie al, als er weer vliegtuigen overkwamen. Die waren op jacht naar de Nederlandse militairen die op de vlucht waren, te proberen naar Engeland te komen. Dus aan de Zeelandse kant op. Ja. Maar die avond zijn we terechtgekomen bij een boer in Rijsbergen, die we kenden. Hij heeft een paar balen stro uit elkaar gehaald, zodat we konden liggen. En dan hebben we de eerste nacht ook doorgebracht. Koud, een reiswieg op de grond. Ik vroeg een kruik, maar die had de boerin niet. En ik vroeg een po voor de kleine jongen. Ik kreeg zoiets voor die grote boerinnenbillen, dus zat hij op de bodem. Maar goed, toen kwamen langzamerhand mensen uit Breda, die allemaal, heel Breda, bevel hadden gekregen te evacueren. Hè? Ja. En toen hoorden we, er is kapot. En de toren van de kerk in Prinsenhagen is eraf, en weet ik wat allemaal voor enge verhalen. Maar goed, toen hoorden we langzamerhand dat er ook Duitsers kwamen met hun dikke laarzen, die hoorden we. Nou, begrepen we dat het toch helemaal mis was. Nog een nacht en de volgende dag was het feit beslist, de Duitsers waren er. En wij konden terug. Zijn we langs de grote weg teruggegaan en kwamen toen het hele Duitse leger tegen. Heel indrukwekkend hoor, alles picobello. Die trokken allemaal naar het zuiden. We kwamen bij de pastorie, ramen kapot. Stenen pilaartjes kapot. En aan de overkant een Franse panzerauto met een Fransman erin, zonder hoofd. Die had even in zijn laatste beweging zo door op ons pastorie en de buren geschoten. Dus overal kogelgaatjes in. Maar we waren een half uur thuis, toen kregen we inkwartiering van 2 Duitse officieren. Een Oberleutnant. Hervoigd of zo wat, prachtig. Met hun oppasje. Die kwam een kwartier maken. Die zijn 1 of 2 dagen gebleven. Die zijn, we gaan naar Parijs. We zijn volgende week in Parijs. En wij, maar goed, het was wel zo.